Rijnsburgse boys presteren dit seizoen uit beter dan thuis. 13 punten van de 21 op vreemde bodem behaald. De treffers in de aanval. Maatsdorf en daar is Ars en die geeft een heel beslissend setje. 302 minuten, zo lang duurde de droogte van de treffers. 5 uur lang geen goal gemaakt, maar na 2 minuten tegen Rijnsburgse boys is het raak. Een echte spitsengoal, maar dat is Sjoerd Ars natuurlijk wel toevertrouwd. Fijne voorsprong voor de treffers. En daar is al de 2-0. Balkenstein, natuurlijk hij met het hoofd. Een specialiteit van het huis. En dat laat hij ook tegen Rijnsburgse boys zien. En als Balkenstein scoort, winnen treffers altijd. Dit seizoen al 3 doelpunten gemaakt. 3 keer een overwinning. Daar komt de treffers weer. Goede voorzet, Maatsdorf. Ja, dit is ook knap. Maar niet zijn bedoeling. Ongetwijfeld. Rijnsburg dus 2-0 achter. Vorige week stonden ze 2-0 voor. Toen werd het nog 2-2. Ze weten dus hoe het moet. Ter Voer kan hij de eerste aanzet geven. In het zijnet. Maar Rijnsburgse boys stapt na rust wel uit een ander vaatje. Uit een beter vaatje. Ze komen meer in de buurt van het doel van Jordi van der Kracht. De treffers moeten met een schuin oog ook wel naar beneden kijken. Kunnen de punten heel goed gebruiken. Maatsdorf. Nu valt hem niet zoveel te verwijten. Is het gewoon een prima ingreep van doelman Richard van Nieuwkoop. En zo is het een interessante ontmoeting. Ter Voer die probeert het maar een keer en heeft geluk. 2-1. Wat een fout van Jordi van der Kracht. Hij speelt die keeper omdat doelman Cornelis de afgelopen weken fout op fout stapelde. Slecht voorbeeld doet volgen in Groesbeek. En dus is het weer spannend. Ars. Dit is keurig gespeeld. Havar brengt de marge een minuut later niet weer op 2. En zo blijft het spannend bij de treffers tegen Rijnsburgse boys. Komt Rijnsburgse boys dan nu zelf terug van een 2-0 achterstand? Dat kan dan niet gebeuren. Maar Ter Voer straft al die missers van de treffers niet af. De treffers had al lang in veilige haven kunnen zijn. Maar nu maakt Rijnsburgse boys nog kans op een puntje. Dan gaan ze wel zo hard naar op jacht dat er natuurlijk ruimte ontstaat. Maatsdorf. Speelde treffers het nu wel een keertje uit. Maatsdorf, Galuta staat er 3 minuten in. En bekroon die invalbeurt met zijn allereerste doelpunt voor de treffers. En de 3-1. En zo wint de treffers van Rijnsburgse boys. Dat is weer een klein sprongetje maakt op de ranglijst. En Jansen, die kan lachen.